Je ziet hier dus een tekening die gemaakt is op basis van de aanwijzingen die Wolfram van Eschenbach in zijn Willem geeft van de stad Orange. Je zou kunnen denken, ja, dat is natuurlijk Orange. Maar er zijn vele geschiedkundigen en mensen die zich met deze zaak bezighouden, die zeggen, ja, het zou elke andere middeleeuwse stad kunnen zijn. Het is helemaal niet Orange, want de Bergholm is net zoals de Parkstad in het verhaal, en daar is een dichter aan te pas gekomen, deze hele zaak min of meer verzonnen. En een van de hoofdstellingen van Werner Roy is dat Wolfram van Eschenbach wil ook gezien worden als een historicus en een geograaf. En dat hij eigenlijk in een soort gecodeerde taal en geschrift een geschiedenis heeft willen vertellen om de destijdige de censuur die hij destijds had te ontkomen en het daardoor maar in de vorm van een dichtwerk heeft gekomen. Hij komt dus tot de conclusie op de basis van deze aanwijzingen van Wolfram van Eschenbach dat er is een soort grote ring daar aan de voorkant met 5 poorten. Dat is dus de buitenstad van Oranje. Met tegenover elke poort een Arabische leger. Want je moet je dus voorstellen, dit was de eerste veldslag. Die had Willem verloren in Arles. Daar zijn die Mooren opgedrongen tot Oranje. En lagen dus voor de 5 poorten. Je had een kleine riviertje daarboven. En je had een berg daar beneden, de berg Eutropen. En die 2 ronde cirkels, dat zijn dus de beroemde Romeinse theater. Dat zou het paleis van Gloria zijn, de vrouw van Willem. Dat zou haar paleis geweest zijn. En Thermis, het paleis van Willem zelf. Nou, op basis van deze gegevens, puur afgeleid van het tekst, ga je dat dan vergelijken met de middeleeuwse plattegrond van Oranje, en dan krijg je dit. Je krijgt hier een helemaal een ronde buitenstad, maar je hebt in ieder geval 5 poorten. Je hebt daar bovenaan een riviertje en je hebt daar beneden die 2 ronde cirkels. Het paleis van Annabel en Thermis, het paleis van Willem, en je hebt dan een berg. Hier heb je een... Dit is een pagina uit een boek van de historicus Juan de la Pies. Die heeft in de 17e eeuw een groot werk geschreven over de verschillende prinsen van Oranje die in Oranje hebben gewoond. Het exemplaar is alleen te bezichtigen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Je ziet ook daar, ik kan er niet aan wijzen, ik heb het niet stop. Hij kan niet scherper. Je ziet daar in het midden ongeveer, waar het staat Orange, daar heb je dus die middeleeuwse plattegrond weer, met die 5 poorten. Alleen de figuur is omgedraaid, je hebt de berg aan de topkant, zie je daar. Je hebt ook links van u boven het wapen van deze stichter van het Oranjehuis, een jachthoorn, zelfs een dubbele jachthoorn. En het is ook interessant als je naar de Ridderzaal gaat in Den Haag, dat het wapen van degene die in de 12e eeuw uitgeroepen is tot de beschermheilige, schutspatroon van de ridders, die ook als stichter van het Oranjehuis niet voorhanden is in de Ridderzaal in Den Haag. Daar heb ik ook wel mijn, denk ook wel waarom dat is, maar dat, is niet, dat zou niet te ver gaan. Hier is een kaart uit het boek, nee niet uit het boek, maar van Zuid-Frankrijk. Daar heb je dus de Rhône en de Elzas boven rechts. Dan de Rijnvallee en de Rhônevallee naar het zuiden in Frankrijk tot aan de Middellandse Zee, Montpellier. En Arles en Orange zijn daar ook te vinden. Dit is ongeveer zeg maar, het centrale gebied waar deze verhalen zich afspelen en waar de meeste graalborden zijn gelokaliseerd. Nou, dit is Oranje zelf. Je hebt hier de buitenstad dus, boven die muur, daar een zogenaamde Romeinse theater.
dat destijds het paleis van Annabel was. Volgens Gordon ook het andere geleerde. Dit is de binnenkant. Er worden dus in de zomer nog steeds theater hier opgevoerd. Dit is de overgang naar het Thermis, naar het Romeinse gymnasium, tempel. Dat is het paleis van Delahans uiteindelijk. Vlak in die berg is dat gebouwd. Je hebt hier ontzettend grote vensternissen. En er is een ontzettend interessante scène daar waar dus Annabel belagerd wordt door een Arabische troepenmacht waarvan de opperaanvoerder haar vader is. En er wordt dus vanuit dit venster, deze grote venster, wordt er een gesprek gevoerd tussen haar en haar vader over de heilige drie-eenheid, die haar vader maar niet kan begrijpen. Hij maakt er een grapje van. Hij zegt toen, als je zo in die drie-eenheid loopt, komt het dat je die eenheid je niet helpen kan op dat moment. Dus zij voert vanuit dit gesprek en vanuit dit raam een gesprek over religie met haar vader, die haar dus volledig aan de andere kant staat. Nou, hier heb je die hoge muur en daar wou ik een stukje voorlezen wat zich daar afspeelt. Ik heb geprobeerd een soort grondslag te schilderen om dit stukje te begrijpen. En nu wil ik dus een stukje uit het leven van deze Bellehams voorlezen, zoals Werner Kroijp zich dat voorgesteld heeft op basis van die aanwijzingen van Wolfgang van Eschenbach.